Goedendag, welkom bij Studio Vlaams Parlement. Een grote dag, belangrijke dag met de nieuwe regering, de echte start van het politiek jaar van een hele nieuwe legislatuur. En niet alleen voor die regering, ook voor het parlement hier met een nieuwe parlementsvoorzitter bij ons, Lisbeth Homans van N-VA. Goedenavond, het was een goede dag. En dit is uw eerste gesprek meteen als voorzitter. In de studio wel, ja. Voilà, en daarnet hoorden we u voor het eerst op dat spreekgestoel. Hoe was het om daar in de schoenen te gaan staan van uw voorganger, meneer Peumans, illustere voorganger? Ik ken Jan al heel lang, excuseer. Die was in 2004 mee verkozen. Samen met Bart Wever hadden we 6 verkozenen. Ik zat samen met Jan op... Ik was medewerker van Bart Wever, parlementair medewerker. En Jan zat mee op de gang bij ons. Dus ik ken Jan al heel lang. En het is, denk ik, niet zo'n makkelijke opdracht om de schoenen... Hij is weliswaar maat kleiner, of enkele maten kleiner van schoenmaat als ik, maar de schoenen van Jan Peumans te vullen, omdat ik echt van oordeel ben en ik meen oprecht dat Jan dat eigenlijk op een zeer goede manier heeft gedaan. Die heeft nooit partij gekozen, die heeft altijd gevochten voor de rechten van het parlement. Ook al was de regering het soms er niet mee eens, hij is er altijd tegen ingegaan. Voor ons was dat niet altijd evident en niet leuk. Maar hij heeft het wel opgenomen en ik vind dat ook dat de taak is van een parlementsvoorzitter. En bovendien was Jan ook een persoon die er was van voor elke partij, voor elk parlementslid, van links tot rechts. En ja, van de oppositiemeerderheid en niet alleen voor de meerderheid. En dat is denk ik wel een van de kwaliteiten die een voorzitter moet hebben. Want dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft die functie ook echt een gezicht gegeven. Mm-hmm. Maar ook inderdaad, meerderheid, ook oppositie, was tevreden over die samenwerking boven die partijen heen. Gaat u dat goed kunnen? Want dan moet u ook gaan samenwerken met pakweg een PvdA van een Jos Daassen. Ik kan met iedereen samenwerken. Ik ga, als zij op een deftige manier met mij willen samenwerken en ik heb geen enkele indicatie dat dat niet zo zou zijn, ga ik ervan uit dat dat perfect gaat lukken. Ik heb daarnet ook van alle fractieleiders felicitaties gekregen. Zij hebben er ook niks aan om niet goed te willen samenwerken met de voorzitter van het parlement. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Want het parlement waar u nu voor zit, en vrijdag is er meteen het grote debat, meteen de vuurproef ook voor u, dat is een ander parlement dan voor de verkiezingen. Uw partij, de meerderheid, is er kleiner uitgekomen. Mm-hmm. U zit met een ruime oppositie aan de linkerzijde, PvdA vier zetels en een groot Vlaams Belang. U bent de spelverdeler, dat wordt wel pittig de komende maanden en jaren. Dat is waar. Het feit dat de PvdA er is bijgekomen, dat we eigenlijk een heel grote blok linkse oppositie hebben. Dan hebben we natuurlijk aan de andere kant extreem rechts hebben we nog eens Vlaams Belang. Langs beide kanten. Langs beide kanten, dus dat gaat lekkere vonken geven. Maar ik denk dat een pittig debat wel mag in het parlement en dat het des te beter is voor de democratie. Dat alle meningen daar ook volop en voluit aan bod kunnen komen. Ook en voor de kijkers. Ministers, en ook voor de kijker is het natuurlijk veel prettiger om naar zoiets te kijken dan naar een saai parlement waar dat er geen debat kan gevoerd worden. Dus ik zal zeker het debat niet ontmoedigen. Ik zal het misschien veel, mijn karakter kennen, misschien iets aanmoedigen zelfs. Een stukje aanvoeren, wat misschien aanvuren, hè, wat misschien wel mag. Hè, of het zal vanzelf zo zijn met die oppositie natuurlijk. Hè. Je hoorde ze al bezig, hè, vandaag al meteen een sterrel voor die Jos Daassen. Over de begroting dan, uw eerste werk is meteen ook volgende week een commissie over die begroting inlassen. Hè. Meteen, commissie ad hoc heb ik begrepen, maar er was wel een beetje vergissing, omdat een septemberverklaring valt eigenlijk nooit samen met een regeerverklaring, maar omdat het nu toevallig wel samen is gevallen. Bon, het is wat het is. Ik vind dat het parlement wel degelijk recht heeft op die cijfers, op de begroting, om een deftig zicht te hebben. Je kan over de inhoud discussiëren vrijdag. Maar als je dan natuurlijk de inhoud wil evalueren en kijken van is er wel voor alle beloften die hier nu letterlijk zwart op wit staan, is er nu ook voldoende middelen voorzien? Ja, dan moet je dat ook weten. Dus u zegt daar duidelijk, het parlement heeft daar recht over. Uw rol is eigenlijk 180 graden veranderd. Gisteren was u regering, vandaag bent u parlement, hè. Dat is de wetgever. Zo hoort dat, hè. En u zegt ook inderdaad, die cijfers, laat die maar komen, hè, dat het parlement daarmee aan de slag kan. Ja, en zoals gezegd, een ad hoc commissie volgende week lijkt mij realistisch om dat te doen. Ja, ja. Absoluut. En u zegt, mijn rol is inderdaad 180 graden gekeerd, maar dat moet, hè. Het zou echt niet goed zijn voor een voorzitter dat ik gewoon in mijn ministerrol blijf zitten. Ik zit daar niet als uitvoerende macht, ik zit daar mee als een van de 124 parlementsleden om die uitvoerende macht zijn en de regering te controleren. En ik zal dat echt doen. Meteen een duidelijke boodschap, hè, voor die regering natuurlijk. Ja, maar Jan Peumans deed niet anders. Hè. Ja. Over uw functie, want laten we elkaar geen Lisbeth noemen. U was ook graag minister geweest. Ik heb dat heel graag gedaan. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Ik vind ook dat ik...
ontzettend veel zaken heb kunnen realiseren. Ik heb deze ochtend niet zo prettige momenten gehad omdat ik afscheid heb moeten nemen van mijn kabinetsmedewerkers. Ja. Eigenlijk ook veel mensen moeten ontslaan. Dat is absoluut niet leuk. Maar ja, dus je zit in een casting van vier N-VA-ministers. Jan Bon is uit dezelfde kieskring als ikzelf, namelijk Antwerpen. Twee van Antwerpen, wetende dat de kans, ik ga me er niet echt helemaal over uitspreken, maar de kans dat er een federale regering komt, we zullen wel zien wanneer. En of dat we er dan nog in zitten, dat is absoluut nog niet zeker. Dus dan moet je natuurlijk naar een veel grotere regionale spreiding gaan. Dus ja, dat was geen optie. Maar ik ben heel blij en heel fier dat ik de eerste burger van Vlaanderen mag worden. En dat ik vooral dit parlement in goede banen mag proberen te leiden. Ik ga echt mijn uiterste best doen om dat ook te doen. En ik ben ook wel iemand die van verandering houdt. Het heeft niets te maken met de slogan van mijn partij, voor alle duidelijkheid. Het is een andere job. Het is een andere uitdaging. Steek mij niet 10, 20 jaar in dezelfde job. Ik heb af en toe wel nood aan een nieuwe uitdaging. En dit is de zoveelste nieuwe uitdaging. En de mensen die mij kennen weten ook dat ik geen enkele uitdaging uit de weg ga. U zei daarover, over die uitdaging, daarnet op het spreekgestoelte. Ik zal waken over mijn non-verbale communicatie. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik sta nogal bekend voor het feit dat je nogal letterlijk van mijn gezicht kunt aflezen wat ik van iemands tussenkomst vind. En ik vind dat het niet goed is voor een voorzitter om daar dan dat alle parlementsleden van mijn gezicht zouden kunnen aflezen wat ik van zijn of haar tussenkomst vind. Dus ik ben 46 jaar, het gaat niet makkelijk zijn om er vanaf te geraken, maar ik ga echt mijn uiterste best doen, dat is een plechtige belofte. En ja, we zullen wel zien of dat lukt, maar ik heb het beloofd en als ik iets beloof, kom ik die belofte meestal ook na. Ja, men zal ook ben ik goed bezig? Want dit was een goed begin inderdaad. Ja, dank u wel. Dus ik weet niet wat u denkt van dit gesprek, maar ik kan dat nog niet aflezen van uw reacties of uw uitdrukking. Maar het is natuurlijk wel zo dat een kwaliteit die een voorzitter eigen moet zijn, is dat die diplomatisch is natuurlijk. Je moet met iedereen kunnen praten, terwijl u bent erom gekend dat u geen blad voor de mond neemt. Rad van tong, misschien een Antwerps eigenschap, maar goed, u gaat wel moeten opletten voor de vele lange tenen in dit huis. Rad van tong mag je nog altijd zijn. Ben ik het niet eens met u? Recht toe, recht aan. Dan. Recht toe, recht aan mag ook, maar je moet uw woorden meer wikken en wegen. En, maar ik zat natuurlijk in een andere rol. Ik zat in een uitvoerend mandaat. Ik was minister. Ik moest in debat gaan. In de verdediging. In de verdediging of ja, hoe dat, in de verdediging, meestal in debat met parlementsleden. Ja, dan heb je een heel andere stijl dan dat je eigenlijk aan dezelfde kant staat van die parlementsleden. Ik sta aan de kant van het parlement nu. Ik sta niet meer aan de kant van de regering. Ik zit niet meer in de regering. Natuurlijk, ik sta niet meer aan de kant van de regering. Klinkt nu heel negatief, maar het is wel het parlement. Ik ben lid van het parlement. Ik mag ook nog altijd stemmen in dat parlement om die uitvoerende macht te controleren. Dus ik sta aan de kant van het parlement. En daar stemt u als N-VA'er, maar u bent van het parlement. U wordt ook het gezicht van het parlement voor een hele tijd, een hele legislatuur. Een vrouw, dat kan nooit kwaad. Voor de eerste keer een dame. Nee, als Marleen van der Poort. Marleen van der Poort, mijn excuses. Ja. Maar het is er gegund. Maar hoe dan ook. In hoeverre, want we lezen bijvoorbeeld in de regeerverklaring van Jan Bon dat die Vlaamse regering, dat bestuur, dat beleid meer in de markt wil zetten, moet meer zichtbaar worden. Kan dat ook de rol zijn van een Vlaamse parlementsvoorzitter om dat parlement meer uit te dragen? Gaan we met andere woorden ook zien in andere programma's en zo meer om naar buiten te komen als dat parlement? Ja, ik ben vandaag al wel ontzettend veel geïnterviewd en ik krijg nog altijd interviewaanvragen, maar ik denk dat Jan Beumans in deze ook al wel heel veel stappen heeft gezet. Ik denk dat Jan, met alle respect voor de voorganger van Jan Beumans, de afgelopen 10 jaar er toch echt wel voor gezorgd heeft dat er een andere dynamiek en een andere stijl is ontstaan in dit parlement. Ik ben begonnen als parlementslid in 2009, op het moment dat Jan Beumans ook als voorzitter is begonnen. En hij heeft dat voortreffelijk gedaan, denk ik. Gaat u dus andere accenten leggen? Kan u iets veranderen aan de werking van dat parlement, wat mensen daarvan zien? Mag men nog gsm'en tijdens de plenaire, bijvoorbeeld? Oh, ik vind, Jan was daar heel streng in. Ik vind af en toe heb je dat ook gewoon nodig, omdat je misschien aan een medewerker nog wel eens iets wilt vragen van heb ik dat nu wel juist begrepen, want ik wil hier tussen komen. Wat ik bijvoorbeeld, maar ik ga natuurlijk niet vooruitlopen op de zaken, wat ik in de commissie soms echt wel saai vind, is dat op elke vraag die dat gesteld wordt aan een minister, elk parlementslid nog eens individueel mag tussenkomen, zodanig dat je eigenlijk Een ellenlang debat met constant herhalingen. Ik denk dat dat niet zo goed is. Mag sneller, doelgericht. Dat mag sneller en to the point. Ja. En dan kun je ook meer debatteren dan dat je gewoon elke keer in herhaling valt. Maar ik heb dat voor alle duidelijkheid nog niet besproken op het uitgebreid bureau. Dus
Dat komt, er is tijd voldoende. U bent nu dan, laatste vraag, je eerste burger. Hoe leg je dat thuis uit? Wat is dat juist, die eerste burger, die rol? Thuis, mijn jongste zoon van 12 jaar. Mama, u bent geen minister-president meer, maar wel eerste burger van Vlaanderen. Ik zeg, ja, waar dat hem naar het gaat, ik weet het niet, maar blijkbaar wist hij het. En hij zegt, ja, dan heb je een troon, dat kan niet anders. Ik zeg, ja, ik heb zo een spreekgestoelte waar ik moet gaan zitten. Hè. Hij zegt, ah, dan kan ik er eens komen op zitten. Dus ik denk, een van de komende woensdagen dat ik ze eens ga meenemen, want hij gaat er toch eens echt willen gaan opzitten, denk ik. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Het eerste studiogesprek. Ik neem ook mee dat u, net zoals oppositie, er straks naar die regering kijkt en wacht op die begrotingscijfers, want dat was ook wel nog wel de forse... Tegen volgende week. Hè? Volgende week, mm-hmm. De forse kritiek vandaag. Mm-hmm. Dank u wel voor dit gesprek. U ook om dit te volgen en blijf ons volgen, want donderdagmorgen hebben we hier een gesprek met professor Herman Matthijs van de VUB, politoloog. We gaan het hebben over die regeerverklaring, de cijfers waar we nog op wachten, maar vooral ook over die regering, die ministers, die individuele ministers, waaronder een aantal figuren. Wie zijn ze, van waar komen ze, wat is hun portefeuille, wat zijn hun kansen en waar zitten de valkuilen? Donderdag dus met professor Herman Matthijs. Dank u wel.